Oudkeeper Pim Doesburg is woensdag overleden. Hij is nog altijd recordhouder als het gaat om de meest gespeelde wedstrijden in de Eredivisie, maar liefst 687. Doesburg speelde die wedstrijden vooral voor Sparta, waar hij een icoon is. Dit was een enorme gedreven man en een op en top prof die het maximale uit de mensen kon halen. En een heel groot gemis voor iedereen die Sparta warm hart toedraagt. Maar uiteraard een enorm verdriet voor de familie. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Doesburg werkte na zijn carrière als keeperstrainer voor onder andere Sparta, Feyenoord en het Nederlands elftal. Willem van Hanegem maakte Doesburg als keeperstrainer van Feyenoord mee. Hij was echt geweldig. Ja, zo verschrikkelijk fanatiek, dat kan je niet voorstellen. Maar wel gewoon geweldig, weet je. Ik vond echt een van de beste keeperstrainers die ik gezien heb. Maar je zag ook op de trainingen, als je partijtjes 3 tegen 3, 4 tegen 4 is, verslappen, dat kon niet. Ja, want op het moment dat als een doelpunt inging, dan was het natuurlijk altijd de schuld van een verdediger die niet kort genoeg dekte. Ja, en dan schot hij zich helemaal kapot. En dan ging hij, als hij een partijtje verloor, dan kwam hij naar binnen. De kleedkamer in, nou ja, die schoenen die gooide hij tegen de muren aan. Ja, dit was Pim en je was eigenlijk gewoon bang bij hem om een goal tegen te krijgen. Een van de keepers die Doesburg bij Feyenoord en Oranje trainde was Ed de Goey. De samenwerking tussen de twee leek soms wel oorlog. Goed. Niet briljant, maar goed. Via Sparta, bij Feyenoord en het Nederlands elftal heb ik natuurlijk jarenlang met hem gewerkt. En net wat je zegt, soms was het harde strijd op het veld. Maar daar werden we wel samen sterker en beter van. En het is een groot verlies. Je weet hoe die spelers zijn. Dan lopen ze langzaam. En dan gingen ze beneden allemaal opmerkingen maken. Weet je niet. En zo. Dat was echt geweldig. Maar hij deed het gewoon elke week. Nee, het was gewoon een verschrikkelijke fijne man. En een topsporter. Maar al met al een enorme icoon voor Sparta. En ik denk dat alle Spartanen hem enorm gaan missen. Hoe ga jij Pim Doesburg herinneren? Zo. Als iemand die op het veld keihard was, maar naar buiten totaal warm mens was en totaal anders was. Pim Doesburg topte al een lange tijd met zijn gezondheid. Hij is 77 jaar geworden.